Hallo allemaal, dit is Madstar en vandaag ga ik mijn eerste keer in Nederlands praten in een YouTube-video. En vandaag gaan wij zien hoe wij kunnen een optie kopen in DiGilo. Uh, erst, de eerste stap wat je moet doen is je moet naar trader.digiro.nl gaan. En dan, dit is je webbrowser zoals dit. En als je kan zien op de rechterkant kan je de indexes van de Um, Digiro zien, zo so, AX, AMX, ASX. Dit is van België, dit is van Frankrijk en dit is van Duitsland. En dit is en zelfs. En Amerika opties kan men niet uh, kopen in Digiro. Dat is niet de beste ding, maar dat is de ding van Digiro. Zo, <laughs> so, je moet naar AX gaan en hier zijn je aandelen. Je kan ook naar AMX gaan, maar ik ga naar AX gaan, omdat de market caps van deze... Um, companies zijn wel heel groot. Uh, ik weet niet hoe je moet companies zeggen in Nederlands. Uh, aandelen, ik zeg zeg maar. En dan moet je zeg maar hier klikken. En dan als je hier klikt, moet je naar opties gaan. En hier zijn je strike prices. Uh, dat weet ik niet hoe ik moet dat in Nederlands zeggen. Um, en hier zijn de datum van de strike prices. En omdat de market is niet open nu, kunnen wij niet deze echt Kopen en daarom zitten daar geen bits op uh, de opties. Maar hier zijn de datum. En zeg maar, wij willen een uh, leap optie kopen. Dat is een optie uh, he heel, ver, heel ver weg in tijd. En dit is 2024. En zeg maar, shell world.shell zit nu op 19.76. En wij willen de 20 call option kopen voor 2,50 dollar, 2 euro. Ja? En een optie komt in, uh, in 100 aandelen. So daarom moeten wij dit, deze nummer uh, met 100 multiply kunnen doen. Zeg maar. En hier kunnen wij de chart zien. En wij moeten koop zeggen. En op koop, je ziet 2,47. Zo so daar moeten wij 2,47 doen. En zeg maar wij willen 1 doen. En nu ons... Dit is onze bedrag. En de commissie is 80 cent. Oké. Okay. Uh, meer over. Je kunt dit ook verkopen. En dat is een uh, strategie. Zoals een uh, covered call. Als je heeft aandelen van de uh, shell. Dan kan je dit, deze positie hedgen. Met deze verkoopcall. En daar... Is your break even om 22.47. En als deze als Shell blijft onder 20 euro. Dan deze uh, value wordt de 0 euro. Oh, mijn god. Ik ben zo slecht in Nederlands. Maar ik ga wel proberen voor jullie. Um, ik hopelijk ben ik beter in Nederlands de volgen, volgende keer. Maar ja, je kan ook puts kopen. En zeg maar, in de korte termijn. Wij kunnen naar pagina 2 gaan. En dit is december. Dat is volgende week, zeg maar. Of twee weken van nu. En als wij denken dat Shell gaat beneden, dan kunnen wij deze kopen voor 74 cents. En dat is 74 euro. Zo, so, wat moeten wij doen? We moeten kopen. En dan de limit. En een plaatsorder. Uh, als wij zijn bullish op het uh, aandeel en wij denken dat het gaat boven blijven. Kunnen wij 74 cent als premium krijgen. En als de prijs van de aandeel blijft uh, hoger dan 19,50. Krijgen wij deze hele bedrag. Maar als het gaat beneden dan gaat deze valuatie ook beneden. Uh, hoeveel in de money de put is uh, in twee weken tijd. Maar in twee weken, als de aandeel blijft op deze prijs... kunnen wij deze valuatie krijgen. En daarom moeten wij verkoop doen. Niet koop, maar verkoop. Het is een putverkoop en daarom krijgen wij de premium. Dat uh, was voor deze video. Wat kan ik zeggen? Ik denk, just eat takeaway... Is een aandeel die heeft heel veel naar beneden gekomen en daar zijn veel redenen uh, omdat dit was een coronavirus uh, aandeel en nu gaat de coronavirus weg. Zo, so, dit gaat niet zoveel lukken voor just e-takeaway en het maakt 200 miljoen in uh, losse zeg maar. Maar ik weet niet wat te doen met deze, maar ik denk. Uh, als je wil call options uh, kopen, misschien is process een goede idee. Ik ga niet nu call options uh, kopen, maar uh, de aandelen wel uh, misschien. En dit is uh, om te doen met China en daar, zijn, daar is gewoon veel risico. Maar als je naar opties gaat, uh, ik denk in één jaar tijd wordt deze China-situatie Zeg maar een beetje beter. Voor de 70 kool kan je deze kopen voor um, 8 euro. En dat is gewoon 10%, uh, 10 hoger is je break-even voor Process. En daar, daar kan je geld maken. En eerder van de jaar was het 40. Dus so dat is 5 keer hoger dan wat het is nu. Zo so, hopelijk, dit was een goede video. Ik ben heel heel slecht in Nederlands. En dit was de eerste keer, ik heb een video gemaakt in Nederlands en ik ben heel slecht in Nederlands. Zo, so, mijn excuses en ik zie je later.